wel beter voor het milieu. En laat de jongeren dat maar doen. Hè? Gratis vervoer is natuurlijk altijd goed. Oh. Ja, goed joppie. De gemeente Nijmegen wil mensen massaal uit een auto krijgen. Dit gebeurt nu al tijdens de renovatie van de Waalbrug. Maar ook hierna zou men vaker een alternatief moeten bedenken. Reist u wel eens met het openbaar vervoer? Ja. En wel eens met de fiets? Ja, ook nog eens. En wel eens met de auto? Ook nog. Ook dan. Gaan wat het meeste? Ik denk uiteindelijk het meeste met de auto. En waarom dan? Gemak en afstand afleggen. Ja, ja. Pakt u wel eens de fiets? Ja, vaak. Vaak, oké. Okay. Ja, soms met de bus naar school, maar... Mm-hmm. En soms met de trein gewoon een dagje weg, maar... Reis jij wel eens met het OV? Vandaag heb ik met de OV gereisd, maar dat is een van de eerste keren. Normaal ga ik altijd... Oh, maar vertel, waarom reis je vandaag met het OV? Omdat ik een personeelsuitstapje heb. Ah, dus je daar mee. Lekker een borreltje drinken, dus daarom met het OV. Precies, ja. Ah, okay. Reist u wel eens met het openbaar vervoer of met de fiets? Ja, zeker. En wat van de twee? Fiets vaak. Soms dus. En ook wel eens met de auto? Ja, ook. En wat het liefste, wat het meeste, wat het vaakste? Zoals het uitkomt. Waarom ik de auto pak? Ja, gewoon makkelijk. Is dat voor de deur, dus ja. Nee. Met openbaar vervoer? Nooit? Nee. En waarom niet? Eigen vervoer. Altijd eigen vervoer. Dat is het. Meer vrijheid. Nou, ik woon in een dorp, dus dan is het gewoon makkelijker om een auto te nemen. Want dan heb je maar weinig vervoer of openbaar vervoersmogelijkheden. Hey, wat vind je van het openbaar vervoer? Op zich wel goed geregeld. Maar, ik hoor maar. Ja, ze zijn wel vaak te laat. Wel vaak te laat, en dat vind je vervelend. Ja, nou, dat is vooral vervelend. Oh ja, als je dan te laat op school komt. Ja. Reist u wel eens met het openbaar vervoer? Nee, helemaal niet. Ik woon in het centrum. Dus dan heb je ook geen openbaar vervoer nodig om te gaan winkelen. En wat vinden jullie zo aantrekkelijk aan het openbaar vervoer? Nou, eigenlijk niet heel veel. Het is alleen dat het gratis is nou voor ons. Voor jullie is het nu gratis. Komen, ja. De voornaamste reden dat Nijmegen steeds minder auto's in de stad wil, is dat het steeds drukker wordt. Er komen steeds meer inwoners in Nijmegen, maar de ruimte, dat wordt niet meer. Wat vinden we er eigenlijk van? Dat andere mensen voor ons bepalen hoe wij moeten reizen. Goed plan. Als het openbaar vervoer maar beter wordt. Meer, vaker, goedkoper. Het is eigenlijk te duur. Ja, dat is wel een goed idee. Zeker voor het milieu. Zeker voor het milieu, precies. Nou ja, op zich minder auto's in de stad is altijd prettig. Ja. En als er goede oplossingen zijn, dan laat ik de auto absoluut staan. Hey, wat vindt u ervan dat de gemeente dat stimuleert om minder de auto te pakken? Dat is goed. Benzine is 1,80 op het moment, dus... Dat scheelt al een hoop. Op zich wel goed, sowieso in het centrum denk ik wel. Want soms zijn er mensen die dan met de auto naar de stad gaan. Dat is niet heel handig. En waarom is dat niet heel handig? Nou, het is heel druk en er lopen heel veel mensen. En ja, gewoon niet handig. En het openbaar vervoer, vindt u dat aantrekkelijk? En waarom niet? Ja, nee, je hebt een auto dus. Ja, heb je het openbaar vervoer niet nodig, hè? Nee, dat is waar. Maar het is natuurlijk wel wat beter voor het milieu. En wat goedkoper misschien. Ja. Laat de jongeren dat maar doen. Hè? Dat is goed. Doei. Natuurlijk zoeken wij ook naar oplossingen. Zou jij bijvoorbeeld vaker met het OV gaan reizen als dit gratis zou zijn? Ja, natuurlijk zou dat aantrekkelijk zijn dan. Ja, als mensen de gratis vervoer is natuurlijk altijd goed. Maar ze hebben of geen zin om te lopen. Ja. Wat zou je ervan vinden als dat gaat gebeuren? Ja, goed dan toch? Ja. Nou ja, als Hollander ben je natuurlijk altijd blij als het gratis is. Oh. Ja, goed joppie. Nou, voor de bejaarden die we minder te besteden hebben is dat heel goed. Tof. Meteen doen. Ja, zeker doen. Ja. En waarom zou dat zo goed zijn? Omdat iedereen dan gewoon de bus of het openbaar vervoer pakt, want het kost niks. Nou, op zich vind ik het niet erg om iets voor te betalen als het maar goed aansluit en dat je overal makkelijk kan komen. Dat vind ik het belangrijkste. Denk ik ook. Bij ons over chipkaarten niet doet, wij moeten één keer overstappen en dan kost het 8 euro om met ons naar school te gaan. 8 euro? Ja. Ja, dat is heel veel geld. Ja, als je over chipkaart het niet meer doet. Dus dat is best wel duur. Dus dan als het iets goedkoper wordt, dan... Is dat ook vaak iets wat jullie tegenhoudt om dan met het openbaar vervoer te gaan? Omdat het dus te duur is? Ja, zeker. Ja, ja. Het duurt nogal lang. Als je dan de bus hebt gemist, dan sta je weer te wachten. Ja. Ja. Oké, okay, dus eigenlijk betere verbindingen met elkaar, meer bussen en goedkoper. Ja, zeker. Helemaal. Vond jij deze video nou leuk? Geef hem dan een like en volg ons op Instagram en op YouTube via WZHV19.